Frank, hoe is het met Etienne? Hij is nu denk ik een 20 minuten geleden met de ambulance naar het ziekenhuis. Gelukkig was hij bij. Maar we zijn natuurlijk met z'n allen enorm geschrokken. Hij was bij, was hij ook aanspreekbaar? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, hij was aanspreekbaar, maar hij weet totaal niet meer wat er gebeurd is. Dus hij reageerde in ieder geval weer en dat was eigenlijk al vrij kort op het veld. Dat is natuurlijk super heftig wat we met elkaar gezien hebben. En, ik denk een groot compliment naar de medische mensen. Die zijn eigenlijk direct begonnen met reanimeren omdat hij niet reageerde en oud was. Dat is het medisch protocol. Maar gelukkig, zoals het nu naar aanziet, was dat in ieder geval niks met het hart. Maar vooral de tik natuurlijk die knievoet, ik weet niet wat het was, van Brobbie op de zijkant van zijn hoofd kreeg. En daardoor volledig oud ging. Reanimatie was dus eigenlijk een voorzorgsmaatregel die volgens protocol genomen wordt. En zegt niets over een eventueel hartfalen of wat dan ook. Nee, dus we weten allemaal wat in het verleden natuurlijk met Nouri gebeurd is. En vanuit daar is het protocol aangescherpt en gevolgd. En de dokter zei ook van joh, op het moment dat je het niet weet, dan ga je automatisch al beginnen met reanimeren. Dat zij gaan doen. En hij vertelde mij dat hij toen al vrij snel weer bij kwam. Alleen hij is wel dus een behoorlijke periode gewoon helemaal oud geweest. En daardoor zat de schrik natuurlijk bij veel spelers ook behoorlijk in. Bij onze kijkers zat de schrik er natuurlijk ook in. Die zien hem weggevoerd worden. Hij is toen de kleedkamer ingegaan. Wat is er toen gebeurd? Ja, het positieve is dat hij ook op het veld al bij was. Hè. Hij werd natuurlijk afgeschermd, wat natuurlijk ook dan een beetje afschrikt. Want dan, denk ik, dan heb je geen idee wat er aan de hand is. Vervolgens is die in de kleedkamer volledig medisch gecheckt. Zijn de ambulancebroeders naar binnen gegaan en die volgen van daaruit hun protocol bij hoofdletsel. En die hebben hem gestabiliseerd en van daaruit ook een aantal vragen gesteld. En hij is nu natuurlijk vanzelfsprekend naar het ziekenhuis om allerlei scans uit te voeren. En laten we hopen dat die positief zijn. Spelers stonden er bovenop, die zijn misschien het meest geschrokken. Wat doen jullie om ze op te vangen? Ja, we hebben eigenlijk direct mee naar binnen genomen. En zoals je zegt, en denk dat het ook wel op beeld is geweest, een aantal spelers die dicht bij de situatie stonden, die waren enorm gebroken. Een aantal braken al op het veld. Een groot aantal brak eenmaal binnen. Ja, je kunt je voorstellen als zoiets met een teamgenoot gebeurt, wat voor impact dat heeft. Die hebben we bij elkaar gehaald en uiteindelijk vrij snel samen met Michiel besloten dat doorspelen totaal geen zin had. Ondanks dat op dat moment Etienne al bij was. Maar. Duidelijk, wij zagen tijdelijk gestaakt, maar toen dacht je ook al, je kunt je niet voorstellen dat je nu nog vrolijk verder gaat voetballen. Dat was dus ook geen punt van discussie. Nee, wat ik zeg, ik was op dat moment met de arbitrage en toen kwam Michiel binnenlopen eigenlijk met het verhaal van... Joh, wij zijn dusdanig aangeslagen, wij kunnen niet eens meer verder spelen. Dankjewel voor je reactie. Laten we hopen dat het snel beter gaat met dit jaar. Ja, dat is voor nu het allerbelangrijkste. Dankjewel.